10% van je RISIF-toelage wordt gebruikt om de solidariteitswaarborgen te financieren. Maar wat krijg je hiervoor in de plaats? Wat is het precies en waar moet je dus goed op letten bij het kiezen van een aanbieder voor je RISIF-contract? Je zal voor die 10% een maximaal van 5 waarborgen krijgen. Een eerste waarborg is premievrijstelling. Deze waarborg wordt door de meeste RISIF-aanbieders aangeboden en zorgt ervoor dat wanneer je arbeidsongeschikt bent, jouw RISIF-premie verder betaald zal worden door de aanbieder zelf. Je blijft dus een pensioenopbouw doen tijdens de ziekte of revalidatie na een ongeval. Een tweede waarborg is overlijden. Je bent nog jong en staat hier misschien nog niet bij stil, maar wanneer je overlijdt, zullen jouw nabestaanden, dat kan je ouders zijn of een partner, een eenmalig kapitaal ontvangen. Bovenop het reeds gespaarde kapitaal in je contract. Deze waarborg wordt niet vaak aangeboden. Een derde waarborg is het gewaarborgd inkomen. Wanneer je arbeidsongeschikt bent, zal je via deze waarborg een tijdelijke rente ontvangen van de aanbieder. De rente is eerder beperkt, maar is voldoende tijdens je opleidingstraject als bediende. Later, wanneer je zelfstandig wordt, zal je hiervoor wel een extra verzekering dienen af te sluiten. Een vierde waarborg is de ernstige ziekte. Deze waarborg wordt bij veel RISIF-aanbieders niet aangeboden. Wanneer je de diagnose krijgt van onder andere kanker, MS of Parkinson, dan ontvang je van de aanbieder een eenmalige uitkering op je zichtrekening. De laatste waarborg is de bevallingspremie. Deze waarborg geldt uiteraard alleen voor de dames. Wanneer je hebt doorgegeven aan de RISIF-aanbieder dat je bent bevallen, zal je een bevallingspremie ontvangen. Dit gaat dan ofwel om een percentage van de RISIF-toelage die in je contract wordt gestort, ofwel wordt de bevallingspremie gestort op je zichtrekening. Iedere RISIF-aanbieder houdt dus diezelfde 10% solidariteitswaarborgen af, maar welke waarborgen je hiervoor in de plaats krijgt, hangt sterk af van welke aanbieder je zal kiezen. Bij sommigen zal je maar 2 of 3 waarborgen krijgen, bij anderen alle 5. Het is dus heel belangrijk om na te gaan wat jij belangrijk vindt. Wij bieden jou daarom graag een volledige marktstudie aan, waarin we samen met jou de verschillende aanbieders gedetailleerd overlopen. Alleen op deze manier kan jij de best passende keuze voor je RISIF-contract maken. Maak gerust een afspraak om samen het overzicht te overlopen.